Lisa en haar secret singer trappen af met een heerlijke klassieker van Tina Turner, Simply the Best. Worden alleen come to me. Ja, dit was er zoveel informatie, jongens. Ja. Kan je al uit die twee woorden iets halen van een leeftijd? Of iemand een professionele zanger is of niet? Of... Nou, er zat wel een beetje trilling in, maar dat kan ook zenuwen zijn. Oh, zo'n vibrato. Ja, dus het kan of zenuwen zijn of gewoon super vibrato getrainde stem. Ja, oké. Richard. Nou, echt... Schiet mij maar in de kerstverlichting. Ik heb echt geen idee. Ja, ik dacht nog even dat ik op Hans Klop, maar die is het niet. Van dat haar, door dat haar. Nee. Maar het zien we niet. Nee, oh, wat zien jullie? Veren. Ja, we zien... Veren. Oh ja, het heeft echt iets met drag te maken. Ja, en ik zie achter jou ook Las Vegas, dus daar heeft hij natuurlijk ook gestaan. Hans Klok, ja. Dus ik heb geen idee. Nee. Ja. Nou, laat het nog even toch. Van Jen? Ik dacht even drag. Denk, misschien Fred van Leer. Dacht ik ook. Oh ja. Dacht ik even, kwam even bij me op. Maar toen hoorde ik die stem, toen dacht ik, nee, dat is niet Fred. Maar Fred kan echt niet zingen. Oh. Nee, maar dat echt een vallende coniferen flauw. Ik ben dol op hem. Klonk niet als Fred. Het jammer. Kan allemaal bij Secret Sing. Secret Duets. Ik kon mijn eigen programma niet meer. Zijn we, maar zitten we. Hoe heet het ook weer? Presenteer jou ook weer. Ja. Dave. Ja, de schoenen zouden wat kunnen veranderen. Dat is ook het enige wat we nu zien. Wat zijn de schoenen dan? Ja, dat gaan wij jou niet aan je neus. Nou, mogen we dat niet zeggen? Ja, een soort van moderne, een beetje moderne cowboylaarzen met heel veel pailletjes erop. Oh. Stuts. Ja, stuts. Stuts. En hij heeft een leren broek heeft hij aan. Een soort cowboy. Een soort van cowboy, ja. Goed, we gaan nog even luisteren naar het tweede deel. Succes, Lisa. Dankjewel. I speak the language of love like you know what it means. And it can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Better than all the rest. Oh, it can be stem. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Weet jij het nu? Nee, ik weet het niet, maar ik ken die stem wel. We krijgen niet veel. Maar Lisa, heb je hier al genoeg aan gehad? Ik heb wel ideeën nu. Ja, precies. Echt? Ja? Meerdere herkende namen. Herkende stem. Ja. Denk ik. Zal ik eerst eventjes naar je collega's gaan? Oh, jullie mogen straks al een naam op gaan schrijven. Dus ik wil jullie een... Heentje meegeven. Ja. Ja. Wel lekker. Deze secret singer speelt graag met vuur. Ja. Oh. Hup, ja. Het is een pyromaan, mensen. Speelt graag met vuur. Ja, misschien toch gelijk. Nee joh, dat kan toch niet. Maar die, andere stem. Maar die stem komt mij bekend voor trouwens. Ja, de bekende stem. Maar dit is geen zanger. Absoluut niet. Ook, hoop ik dan ook echt niet. Want dat is altijd zo lullig als ze dan in de hooi staan. Ja, jeetje man. Pak jullie tablets erbij. Schrijf een naam op. 10 seconden op de klok. Ik ga het gewoon doen. Die lopen nu. Ik ga het gewoon doen. Voor 3 punten. Heel goed. Oké, als je een naam hebt ingevuld, leg de tablet naast je neer. Het is hem niet. Nou, we straks weten wat jullie hebben opgeschreven. En voor nu wordt de secret singer voor ons hier in de studio, maar ook voor jullie thuis, onthuld. Alleen Lisa, jij mag nog even een ronde gaan raden. Dus heel veel succes. Daar gaan we. You're simply the best. Ah! Better than all the rest. Nee, joh!
wordt er lekker gezongen. Ook leuk dat je er bent. Hebben jullie elkaar wel eens ontmoet? Nee, nog nooit. Oké. Okay. Oh, dan is het niet wie ik dacht. Aha. Verdorie. Lisa, je mag een vraag stellen aan een van je collega's hier op de bank. Ja. Een gesloten vraag graag. Dus dat betekent dat jullie alleen maar mogen antwoorden met ja of ja. Nee. Anders wordt het misschien te makkelijk. Dus Lisa, aan wie... Nou. Wil je wat vragen? Fayen had echt zo'n soort enorme reactie ja, op wat er net gebeurde. Ja. Maar het is dus niet wie ik denk, want die heb ik ontmoet. Maar wie het dan in vredesnaam is... Of diegene is mij vergeten, dat gebeurt ook nog vaak genoeg trouwens. Ja. Ja, is het een goochelaar? Goochelaar. Oh. Nou. Welke naam mogen we invullen? Het is geen goochelaar, hij heeft iets met Las Vegas... Het is te min. Ja. Hans Klok, dacht. We vullen Hans Klok in. Oh, jullie zijn ook goed, hoor. Moet echt... Jezus. Nee, we vullen Hans Klok in. En je gaat nu zien of het Hans Klok is. Omhoog met u! Just wait.